Nou, daar gaan we dan. Vraag vakantie Vincent. Jullie liepen zo om te zeiken dat ik denk van... nou ja, dacht ik. Aanmelden. Je moeder, 43, het hotmail.com. Zo. Kom op. Hup. Nou, dit mag dus niemand zien, hè. Ik zag je wel kijken. Oh. Wat gebeurt hier nou allemaal? Nog een keer. Ik ben helemaal van me apropos wat er zojuist gebeurde, man. Maar nu komt het goed. Enter. Ik heb een bakje chips erbij gezet. Dat is altijd lekker om op vrijdagochtend te eten om 5:55. Chips. Naturel chips? Nee. Ik moet zeggen, ik vind het wel heel lekker, maar het is natuurlijk niet onwijs goed voor je flikker of zo. Ja, het is best lekker. Weet niet. Chips. Maar goed. Dan heb ik dus een mapje gemaakt. Ja. Vraag vakantie, Vincent. Daar gaan we. Nou, kom op. Al die mailtjes van je. Hij is nog aan het ophalen. Zoveel waren het er. Oh ja. Maar zoveel waren het er niet. Viel een beetje tegen eigenlijk. Maar. Lekker belangrijk toch? Nou. Volgens mij zit ik onderaan de lijst. Ik ga ze niet allemaal behandelen, want... Dat vind ik allemaal meer te doen. Nou, hier heb je dan Bas van Velsen. Hallo koning Vincent. Kunnen wij een keer DMT doen samen? Hallo. Nou, dat kunnen we een keer doen. Maar ik denk niet dat ik erop zit te wachten ofzo. Hoe bedoel je sowieso, hoe bedoel je DMT doen? Ik vind daar geen fuck aan. Althans, dat is niet mijn ding. Ik denk dat jij roken bedoelt, DMT roken bedoelt. Alsof je dat zomaar... Alsof je dat even gaat doen of zo. We gaan even DMT roken. Ja joh, doe maar even. Even normaal man. Of kijk op. Dus we kunnen het doen, maar dat gaan we niet doen. Nou. Volgende vraag. Dit is dan helemaal beneden, oké. Okay. Even kijken. Pelle. Pelle van Stee. Beste vakantie Vincent, is dit het goede adres? Ja man. Dit is het goede adres. Goeie vraag. Van Noah Klok. Hallo, komma, hallo, hallo. Dat is geen vraag. Maar goed dat ik er chips bij heb. Bij dit niveau. Maar goed. Vincent de Leeuw. Hallo, ben je wel eens keihard slecht gegaan op DMT? Nog een hele fijne hallo met vriendelijke groet Vincent. Nou ja, slecht gaan. Goed en slecht, ja. Wat is goed, wat is slecht. Wat voor de een goed is, is voor de ander niet goed. En, dus ja. Eigenlijk is in die wereld, is als je een bad trip hebt, zijn eigenlijk de beste trips. Want daar leer je het meeste van. En als je echt denkt van, ik ben een warrior, ik durf
ik durf het aan om de confrontatie met mezelf aan te gaan en je duikt de medicijnwereld in, dan snap je wel wat ik nu tegen je zeg. Hallo. Dat is een kutvraag ook eigenlijk, dus. Nou, eigenlijk ook niet. Nee, sorry. Dat is geen kutvraag. Dat is een goede vraag. Bedankt voor je vraag. Vincent de Leeuw. Dan hebben we hier Klaas de Boer. Beste Vincent, hoe ben je aan deze kennis gekomen? Welke kennis? Wat wil je nou? Je moet iets specifieker zijn, man, want ik kan hier niet heel veel mee. Ik kan hier niks mee. Deze kennis. Nou, sorry Klaas de Boer. Bedankt voor je vraag. Wat wel. Maar ik kan er niks mee. Hey Senna hier. Mijn vraag is, waarom ben je zo slim en zo'n wijze man? Senna, ik hou van je. Echt. Het moment dat iemand zoveel veren in mijn reet steekt, ja, daar kan ik alleen maar voor applaudisseren, man. En dan neem ik een chippy bij. Nou ja, hoe ben ik zo slim en wijs geworden? Door te leven, man. Door te leven, door te ervaren, door te ontdekken. Eigenlijk door mijn hart te volgen. En alles mee te maken wat je maar mee kan maken. In ieder geval wel heel veel. Ik heb nog niet alles meegemaakt, want ik ben er nog. Maar goed. Maar de plantmedicijnen, die hebben me ook wel heel erg geholpen, hoor. En heel veel lezen. Ik heb ook de boekenclub op YouTube. Heel veel lezen. Een beetje wat verder kijken dan je neus lang is. Laten we daar maar op houden en niks voor waar aannemen. Nou ja, dus dat. Hindoeïsme, boeddhisme, Advaita, plantmedicijnen, non-dualiteit. Ja, ik gooi zo maar even wat in de groep. Ja, dan ga daar maar alvast mee aan de slag. Hallo. En natuurlijk de plantmedicijnen. Renzo Merbis. Hallo. Zegt hij. Wat leuk. Hallo Renzo, bedankt voor je interessante vraag waar ik echt wel heel veel mee kan. Ozan 69. Mag ik saus? Ja, voor mij mag je saus hoor. Prima. Maar dan zal je misschien wel weer een achterliggende gedachte achter zitten over saus of zo. Weet je, zo grappig. Haha, hij zei mag ik saus? Haha. Even kijken. Willy 4. Hallo Vincent, wat vind jij er nou van? Met een hele vriendelijke hallo van meneer Pimpel. Ik moet zeggen, ik vind het een van de beste vragen tot nu toe. Wat vind jij er nou van? Dat moet ik weten. Ik zou ergens iets van vinden, dat heeft niet heel veel nut. Weet je, als hier, ik zeg altijd maar, als hier in één keer een pinguïn of een gorilla in de kamer staat, ja, de een kan het leuk vinden, de ander niet. En ja, wat gebeurt er dan eigenlijk? Het enige wat er gebeurt, is dat er een pinguïn of een gorilla in de kamer staat. Zich manifesteert in jouw vibratie, illusie, verhaal. Op jouw reis. Dat er zich een gorilla manifesteert op jouw reis. Dat is het enige wat er gebeurt. En wat jij ervan vindt. Ja, het zijn gedachten, weet je. Dat ben jij niet. Dus ja, je kan het jezelf heel moeilijk maken door ergens iets van te vinden. Maar goed. Wat vind ik er nou allemaal van? Nou, ik probeer er eigenlijk zo weinig mogelijk van te vinden. Dat is een beetje het doel. Als het je allemaal geen kut meer uitmaakt, dan ben jij verlicht. Ongeveer. Daar komt het op neer. Maar wel met compassie erbij. Compassie, heel belangrijk. Dat is trouwens een sleutel, hè? Compassie. De tafel kraakt een beetje, ja, sorry. Ik moet toch ergens dit doen? Compassie is de sleutel. Uit deze bullshit, moment.
We hadden het natuurlijk over waarom ik zo slim was en zo. Maar ja, ik lees heel veel. En dit is het Tibetaanse boek van leven en sterven. En gisteren sloeg ik die open en toen ging die over compassie. En dat is denk ik wel de sleutel om uit deze bullshit parade te komen. Waar we nu in zitten. Maar goed, dat een andere video later daarover. De Vedas. Voor iedereen. Die zag ik toevallig liggen. Die lees ik ook wel eens. Moet ik weten. Nou, zal ik er nog eentje doen dan? Van Björn Tax. Hallo, staat er met een vraagteken. Dat is eigenlijk geen vraag. Een hallo? Hallo? Ja, tenzij je weet je... Tenzij iemand je zo bij je ballen pakt. En dat jij dan zoiets hebt van zo... Hallo? Dan zou iemand het als een vraag kunnen interpreteren. Van Nicole, niet lesbi. Nicole is niet lesbi. Maar hoe duur is je outfit vandaag en mogen we een house tour? Die heb ik al een keer gedaan, een house tour. Wanneer is de meet and greet? Ja, hele goede vraag. De meet and greet. Oh. Ik ga alleen meet and greets doen als ik mensen kan knuffelen en bullshit en weet ik wat allemaal. Anders ga ik geen meet and greets doen. Ik ga niet op anderhalve meter tering onzin meet and greets dan doen. Zin niet. Oh. Nou, nog één keer dan. We zitten al op 12 minuten, man. Doe even normaal. Of zal ik ze gewoon allemaal doen? Nou, hier heb je weer zo'n gozer. Een topper. Lars Walter. Hallo, ik had een vraag. Waarom zegt iedereen hallo? Hallo. Ik had een vraag. Waar haalt u al die wijsheid vandaan? Met hele vriendelijke Lars. Ja, je bent echt een topper, Lars. Maar deze vraag, die heb ik al gehad. Job Nagelkerken. Een hele fijne hallo. Het is je misschien opgevallen, maar het is fucking koud deze dag. Nou weten we dat je lekker boeken aan het lezen bent. Moet jij weten. Kijk, dit is een fan, hè. Je hebt het gezien. Maar wat doe je verder zo in deze lockdown? IJskoude dagen. Groeten je kleinste fan. Denk dat het een kabouter is. Je kleinste fan. Of een smurf. Job Nagelkerken, de smurf. Nee hoor, geen disrespect, Job. Ja, lockdown. Ik heb niet echt een lockdown gehad, man. Ik heb een winkel en die draait gewoon door. En ik heb twee kinderen en die draaien ook door. Ik zelf draai ook door. Zo nu en dan. Ik weet niet of het je is opgevallen. Nee. Ja, deze lockdown. Wat doe ik verder? Weet je, ik probeer een huishouden te runnen. Ik probeer af en toe een leuk filmpje te maken. Ik probeer een website van de grond te krijgen. Ik zit op merch te wachten. Voor de rest run ik gewoon mijn winkel en heb ik gewoon een gezin en zo. En ik ga heel veel naar buiten, de natuur in. Natuur is goed voor je. Wij zijn de natuur. Wij zijn alles natuurlijk. Wij zijn alles. Snap je? Wij zijn de bron. Creatie. Liefde. Dat zijn wij. En daarom ben ik graag buiten. Nou ja, goed. Lang verhaal. We gaan verder. Van Ingmar. Welke drugs kan je aanraden en hoe kom ik eraan? Weet ik niet, man. Wat voor drugs wil je? Suiker, cafeïne, alcohol, cocaïne. Ik kan niks aanraden van dat soort shit, man. Ik hou niet zo van drugs. In die manier die jij bedoelt, denk ik. Moet je ook allemaal niet doen. Is niet goed voor je. En waarom drugs niet goed voor je zijn? Dat leg ik lekker een andere keer uit. Want we zitten op 15 minuten en ik vind het best wel heftig. Hard werken dit. Maar goed. We gaan gewoon door. Ik ga gewoon door tot het bittere eind. We maken er een
We maken er een feestje van. Van Nathan. Dag Vincent. Als een Mogol weet ik me altijd best hoe het is om als een randdebiel niet te sporen. Pak even een kopje bosvruchten thee. Ga daar even lekker voor zitten, want hier komt mijn vraag. Is een vlieg zonder vleugels een loop? Of kun je dit soort realistische vragen niet aan? Dat dacht ik al. Zwak. Nathan oud. Verstuurd vanaf je moeders telefoon. Moet zij weten. Leuk mailtje, man. Ja, ik ben een creatief feentje, Nathan. En aan je mailtje te zien, denk ik wel te zien dat jij wel een beetje inhoud hebt. Bedankt voor je mailtje. Ian Klein. Hoezo slaat papa mij? Nou, dat moet je niet aan mij vragen. Dat kan je beter aan papa vragen. Maar het lijkt me niet best als het echt waar is. Van Xander Kila. Beste Vincent, ik vroeg me het volgende af. Heb je autisme? Groeten Xander. Xander. Heb je autisme? Of dat is bij mij gediagnosticeerd? Autisme? Is dat je vraag? Of dat ik autisme in mijn handen heb? Wat is je vraag? Wat wil je nou? Of probeer gewoon een beetje tof te doen. Kijk, nog een stukje chips op mijn bek. Dus graag iets specifieker. Van Timo. Ik heb een weddenschap verloren en ik moest helemaal kaal. Dit vond mijn omgeving vrij imposant, want ik werd hardhandig gepresenteerd als meme. En uitgemaakt voor kale. Hoe vervelend. Mijn vraag is daarom, hoeveel chemokuren heeft Shaquille ondergaan? En zo ja, kan hij dan nog steeds eieren leggen na een LSD-trip? Nou, ik vind het een rare vraag. Die ga ik niet eens beantwoorden. Daar ga ik geen moeite voor doen. Maar bedankt voor je mail. Hoe is het met de kever die je ooit in het bos hebt gevonden? Met vriendelijke groet Milan. Nou, weet ik veel. In principe is altijd alles goed. Alles is perfect zoals het is. Dus met de kever zal het ook prima gaan. Nou, de laatste en mijn bakje chips is op. Hoe krijg ik het voor elkaar? Videoboodschap. Beste Vincent, een vriend van mij wordt bijna jarig en is groot fan van u. Zou u misschien een videoboodschap willen maken voor hem? Dat zou echt zijn dag maken. Ik hoor graag van u. Goed, Chris. Sorry man, ik maak geen videoboodschappen. Ik ben niet een of andere ansichtkaart of commercieel hoertje. Heel veel mensen vragen dat aan mij. En ik ga dat niet doen. Ik heb dat ooit één keer gedaan, heel lang geleden. Toen die jongen dat vroeg op YouTube. 5 jaar geleden of zo. Maar nee. Want er zit een bepaalde vorm. Ja, de sneuheid drijft dan van je af als je dat gaat doen. De sneuheid. De triestigheid. Dat je dan maar zeggen, €50 gaat vragen voor een videoboodschap. Dat zou echt wel heel erg sneu zijn. Dat soort dingen. Maar goed. Volgens mij zijn ze op. Nou jongens. Oh nee. Hallo koning Vincent. We hebben er nog één jongens. 21 minuten. Jezus tering. De accu is bijna leeg. Nou, het moet zo zijn. Nou kom op. De laatste. Kunnen wij een keer DMT doen samen? Nee man, dat gaan we niet doen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Nou jongens. Vraagvakantie Vincent. Ik vond het hartstikke leuk. Ik heb lekker chippies gegeten. En ik hoop dat jullie er ook van hebben genoten. Ja.
Hebben jullie leuke vragen? Ik ga voortaan ga ik wel gewoon voorbereiden of zo. Dan ga ik gewoon kijken en dan ga ik de leuke vragen eruit halen. En dan ga ik dan wat dieper op in, want dit sloeg nergens op. Althans, van mijn kant wel, van jullie kant was het af en toe best zwakjes. Maar er zaten ook hele goede vragen tussen. En dat wil ik je toch graag nog even meegeven. Jongens, een hele fijne hallo allemaal. En tot de volgende vraag, Vakantie Vincent. Hallo.